Vandaag hadden we een kans om een bijeenkomst te organiseren met James Bridle. Maar we wilden dat graag intiem maken. Dat mensen echt goede vragen durven te stellen over privacy en surveillance en controle. En om dat te doen dachten we, we nemen hem mee op een boot. Maar toen we op de boot zaten bleek dat de mensen het niet tof vonden dat we een video aan het maken waren. En dat gaven ze ook aan. Dat was echt een heel mooi moment. Dus in deze video helaas geen beelden van de boot zelf. Maar we kunnen je verzekeren dat onze discussie op de boot echt een hele goede discussie was. I'm fascinated by many things. In this case by technology and the way that it changes meaning through time. And particularly who gets to invent it, who gets to use it, who gets to say what it's for. You go from this incredibly beautiful utopian vision of balloons and flight. As kind of saving humanity to becoming a military technology and a militarized technology and a technology that's used for surveillance because they photograph the Prussian lines as they flew out and a technology of communication and all these other things for the military.